Hallo beste luisteraars van Ik Ga Leven de podcast, vernoemd naar het gelijknamige boek van mezelf. Mijn naam is Lale Gül, ik ben je favoriete host. Ik ben schrijfster, columnist bij het Parool en ik maak deze podcast met Umer Oejar. Umer is een lopende encyclopedie en ik heb veel vragen in het leven. Heb jij die ook, dan is dit het juiste adres voor jou. Welkom bij de nieuwe aflevering van. Uh, opgenomen op 31 januari 2022 en het is inmiddels twaalf uh, uur drieënvijftig s'nachts. Ja. Uh, ik ben helemaal kapot, maar toch gaan we opnemen. Hoe ja, zit ik, het met jou? Ik ook. Ik heb eigenlijk best een goed ritme, dus uh, ik denk dat ik na deze podcast gelijk uh, in slaap ga vallen. Wat heb jij gedaan? Uh, niks. Ik was uh, in de bij mijn vrienden gisteren. En uh, ik kwam vandaag terug, maar ja, wel echt helemaal kapot. Dus uh, ja, ja. Ik, ga, ik, ik dacht ik ga vroeg slapen, maar ja, uiteindelijk uh, begonnen we één uur met de podcast. Dus, uh, ja, ik appte jou van, uh, vind je het erg om laat op te nemen? Toen zei je, ik slaap pas drie uur. Ja, dat, ja. Dus, uh, maar dat ga je dus niet doen. Ja, ik denk dat we, als we straks weer twee uurtjes bezig zijn, dat het drie uur is. <laughs> oh ja, inderdaad. Ja. ja, nee, ik ben echt uh, helemaal kapot. Ik uh, ben uh, druk bezig met verhuizen. Vandaar ook dat er dus lange tijd niks is geüpload. Ge ja. We kregen al heel veel berichten van waar blijft het? Uh, gaat het wel goed en zo? Uh, ja, kijk, als de verhuizing achter de rug is, kan ik uh, veel meer doen. Ja. Maar nu is het even niet anders, want er komt zoveel bij kijken. Echt niet normaal. Ik haat verhuizen. Ja, um, ja je hebt nu een korte tijd, moet je al heb... twee keer verhuizen, hè? Of drie, drie ja, keer zelfs. precies. Dus je derde keer. Ja. 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 Alleen tot nu toe was het makkelijker, want uh, ik uh, huurde steeds gemeubileerde woningen. Ja. Um, en voor het eerst ga ik nu gewoon zelf alles kopen en alles inrichten en schilderen en laminaten. Ja. Oh ja, als iemand trouwens goedkope schilder of uh, laminaat <laughs> <laughs> uh, Turk, Bulgaar of Pol weet, dan uh, hoor ik het wel. Want ja. uh, ik ben er eentje op zoek. Ja, ik, Trouwens, hiervoor zijn allochtonen in Nederland echt nuttig. Want die Nederlandse prijzen slaan Ja, maar, heel erg. maar Lale, wil je wel dat, dat een Turk juist gaat doen? <laughs> um, ik kan me niet voorstellen ja. dat je er een makkelijk eentje vindt die denkt van... Oh ja, Lale, dat is echt een toffe meid. <laughs> nou ja, ik kan het ook wel... Ik hoef er zelf niet bij te zijn natuurlijk. Ja. Dus ik kan het misschien via een uh, mattie of zo regelen. Dat... Ja, klopt. Want ik dacht eraan, want een vriend van mij, uh, zijn vader, dat is hele goede. Uh, hij doet allemaal grachtenpanden en zo. Uh, renoveren en weet ik veel wat. Maar ja, ik, hij, als ik hem een beetje kende, denk ik niet dat hij heel enthousiast <laughs> was met je boek. Nee. Dus uh, het lijkt me moeilijk om een Turk daarvoor in te schakelen. Nee, precies. Maar ik vind wel een pol of zo. Ja. Die hebben daar geen moeite mee. <laughs> Ja, nee, maar als iemand iemand kent of zo, ik hoor het graag met offerten en alles. Um, even kijken, ja. En toen hadden we dus dat gezeik met die lampen. Um, oh ja. Ik had dus, uh, ik heb dus allemaal lampen besteld en een camera en weet ik veel wat. Want wij willen overgaan op video ook uh, op YouTube. Mm -hmm. Maar die lampen, ik was dus niet thuis, die zijn dus geleverd bij een Post NL-punt. Die oh ja. gewoon um, ja. Wat is het eigenlijk? Je hebt de reviews gelezen. Die, ze gaan gewoon niet open op de tijden dat ze zeggen dat ze open zijn. Ze, het, het is een Arabier die, uh, die de winkel beheerst, of hoe noem je dat? Beheert? Ja. Het is een Arabische man. En hij valt vrouwen lastig. Hij valt mensen lastig. De reviews zijn allemaal één ster. Van laat hier ja. nooit je pakket bezorgen en zo. Ik vind het echt gek dat zulke plekken gewoon open mogen blijven. Ja, het is echt absurd. De laatste keer dat ik daar was, voelde ik me totaal onveilig. Uh, die man versiert je gewoon. Uh, weet je, het is net geen aanranding. Uh, het is een hele vieze plek. Hij eet gewoon achter zijn bureau met zijn handen en zo. Het is, gewoon, het is een hele rare plek. Hele gure... Blek en, en iedereen klaagt erover en allemaal boze mensen voor de deur, want dan staat er openingstijd 12 uur, sta je voor de deur. Niemand die, die open doet, niemand die opneemt op ja. het telefoonnummer. Dus ja, ik heb mijn lampen niet en er staat dat ze, even kijken, 2 februari worden teruggestuurd. Dus dat is nog meer gezeik, dus vandaar dat we nog niet zijn begonnen met de video's. Dus morgen moeten ze echt opgehaald worden. Of ja? ja, morgen ja. ga ik weer, ja. maar ik denk dat ik weer voor een dichte deur sta. En ik snap het ook niet hoe zo'n winkel open kan blijven. Het is gewoon witwasserij of zo. Ja, ja. wat ja. anders. Ja, ze doen dan uh, ja, het is een soort van travel agency. Ik kan me niet voorstellen dat iemand daar tickets haalt. En allemaal Midden-Oosterse locaties. En ze doen dan uh, money transfers. En dat wordt wel vaak gebruikt om zwart geld uh, heen en weer te sturen. Zeg maar. Uh, ja. ja, maar toen jij het vertelde, ging ik uh, gelijk kijken. Uh, Donia Travel heette ze, aan het Nieuwe Zuid-Voorburgerwal. En uh, ja, het is echt een locatie waar alleen maar juppen wonen en buitenlanders wonen, weet je. Of buitenlanders, uh, met buitenlanders bedoel ik, zeg maar, rijke buitenlanders. Amerikanen en Engelsen en dat soort dingen. Dus uh, toen ik de reviews ging lezen, is ik, ik er ook wel van. Dat precies wat jij zei, dat die echt super... Uh, Gemeen is, tegenover vrouw, heel vrouwen, heel vrouwenvriendelijk is en dat soort dingen, stond er allemaal tussen. En ik heb gelijk, uh, op zaterdag stonden ze dus open. Jij was zaterdag geweest en ze waren dicht. En in die reviews zag ik dat, ze, dat hij gewoon, <laughs> ja, sommige zaterdagen was hij gewoon als hij zin had... en andere zaterdagen niet. Dus toen heb ik een uh, correctie toegevoegd. Dus nu staat er ook dat ze, nu staat er gewoon dat ze zaterdag uh, gewoon gesloten zijn. Ja, en van de week ben ik natuurlijk ook bij VI geweest, VI Vandaag. Uh... Ja. Nou, dat is niet onopgemerkt gebleven, want ik heb echt de meeste berichten ooit gekregen van welke talkshow dan ook. Echt? Volgens mij hebben zij heel veel kijkers, ja, mijn inbox is gewoon helemaal één grote vloedgolf. <laughs> ik kan ook helemaal geen oude berichten meer terugvinden, het is gewoon helemaal onoverzichtelijk geworden. Dat was het altijd al, maar... Ja, dus als, als, als... sommige mensen zeggen, waarom reageer je niet? Dat ze... Ja, als je mijn inbox zag, dan had je precies begrepen waarom ik niet reageer. Het is gewoon... Ja. Ik heb gewoon duizenden ongeopende berichten. En ja, ik ja. moet ook gewoon verder met mijn leven natuurlijk. Ja, het is heel lastig. Maar dat was heel leuk. Ik vond V.I. heel leuk. Heel, um, ja, gewoon relaxed. Ook uh, backstage en zo, weet je. Die mensen zijn zo anders dan NPO en zo, weet je. Niemand heeft echt, um, hoe noem je dat, spanning of zo. Het is ja. gewoon net een huiskamer. Um, uh, echt last minute, net voordat we opkomen, zegt Johan Derksen nog... Uh, uh, wat waren de onderwerpen ook alweer en uh, voor wat ga ik die prijs ook alweer aan jou uitreiken en zo? Besef hij is gewoon op het punt om een prijs aan mij uit te rekenen en hij weet niet eens voor wat en zo. Dus dat is gewoon heel, niet dat ik dat erg vind of zo, maar het is gewoon heel chill en heel uh, vanzelfsprekend en zo. Dat vond ik wel heel leuk. Ja, um, ja want hij is su super aardig. Hij supportte jou echt vaak, Johan Derksen. Hij mag jou echt enorm, ja. denk ik. Ja. Ja, ja, inderdaad. Hij heeft ook gezegd, uh, hij ging die prijs aan mij geven en hij zegt op een gegeven moment, ik ben vandaag 25 jaar getrouwd met mijn vrouw en ik heb jouw boek cadeau gedaan aan haar en ik heb het zelf <laughs> ook gelezen. Kijk, nou, dat is echt, uh, ja. die steek ik in mijn zak. Ja, ja, ja. Dus dat was echt super lief en ook uh, ja, Wilfred Gené, die zei van, uh, ja, wanneer wordt je tafelgast en... Uh, zal ik voor jou onderhandelen voor je tweede boek en zo? En hij uh, staat bekend als goede onderhandelaar. Ja. Ik zei: nee, dank je wel. En zo. Maar ja, ik vind het echt super lief allemaal. En uh, René ook, René van der Gijp. Die, uh, ja, gewoon allemaal hele lieve mensen. Heel, heel erg zichzelf. En zo. Ik vond het een hele positieve ervaring. Ja. En, um, ja, dan gaan we over op het nieuws eigenlijk. Um, even kijken. Het nieuws van afgelopen tijd: Rusland en Oekraïne zijn weer in oorlog. Uh, de FVD's tegen abortus. <laughs> uh, ineens. <Surprise. laughs> ja. uh, verbaast dat jou? Uh, nee, nee. Het verbaast me juist dat nee, mensen gaan... er gek van opkijken, maar ja. Gaan we er wat over zeggen überhaupt? Of, of spreekt het voor zich? Ja, ik weet niet. We hebben het al een uh, tijdje geleden over abortus gehad. Maar... Uh... Ja. ja, het is gewoon een, een rechts-talking uh, point, weet je. de Rechts is gewoon standaard anti-abortus. Uh, het is gewoon pro-life, al die klimaatverandering en allemaal dat soort dingen. Het zijn gewoon de standaard stereotype rechts-talking ja. points. Maar het grappige is dus wel dat FVD normaal de mond vol heeft van vrijheid, zelfbeschikking, ja. burgerrechten... <laughs> Maar hé, hey, wel tegen abortus. Ja. ja, maar dat is het ook. Ik bedoel, als ze, als ze dezelfde soort van lijn van logica op alles toepasten, dan uh, ja, bestond het hele partij niet meer. Maar het is gewoon wanneer het zo ja. goed uitkomt. Ja. Ja. Um, nou, Rusland en Oekraïne, weet jij daar überhaupt iets van? Ik niet. Ja, heel weinig. Ik weet van, de, de, ik weet van in het verleden een beetje um, hoe, dat, hoe dat zat. En uh, Crimea, de annexering. Annexering. Annexation, ik weet niet of annexering een Nederlands woord is. Uh, de annexation van uh, Crimea. En uh, ja, maar de, destijds had ik er uh, een beetje over gelezen. En toen was het. Er waren allemaal gekke dingen aan de hand. Want uh, toen ze Crimea, Crimea gingen annexeren, was er een referendum gehouden. Vroeger aan de inwoners van. willen jullie bij Rusland horen of bij Oekraïne? Toen zei 97% Rusland of zo. Maar ja, het bleek. Uh, ...allemaal uh, ja, een beetje onder druk gezet en weet ik veel wat allemaal. Het is echt een heel, het is heel moeilijk om je in dit soort zaken te verdiepen... ...want het is een beetje alsof je aan een, vraag, aan een Nederlander vraagt... ...je in de soort van Koerden kwestie te verdiepen of zo, weet je. Het is heel lastig om, uh, om, uh, om da daarachter te komen. Maar ja, kijk, ik vind Rusland sowieso niet een heel... Um, ...hoe zal ik dat zeggen, zonder Poetin, een heel chill land, zeg maar... <laughs> Dus uh, ik sta uh, in dit geval 100% uh, achter de Europese kant. Maar Rusland wil gewoon. Kijk, Oekraïne geldt eigenlijk als een soort van Rusland voor Rusland. Het is een soort van. Uh, ja, nad nadat de Sovjet-Unie was geklapt. Poetin had uh, een paar maanden geleden nog een uh, hele uh, stuk tekst geschreven over hoe Oekraïne en Rusland één zijn. En het is hetzelfde soort mensen, het is hetzelfde volk en weet ik veel wat allemaal. Weet je, dus het is voor hem ja, maar die echt. Die Oekraïners een... denk... ja, pr... denken daar helemaal niet ja, zo. Ja, die Oekraïners willen super graag bij de EU horen. Echt super graag. Maar ja. Crimea hebben ja. ze destijds ook met de harde hand uh, overgenomen. Dus het is gewoon een soort van. Het is letterlijk een machtspelletje. Het is letterlijk Poetin die een beetje zuur is. Dat Oekraïne uh, uh, niet met hem vrienden wil zijn, maar met uh, Europa uh, maties wil worden. Nee, precies. Dus, uh... Maar wat is volgens jou de juiste. Wat moet bijvoorbeeld Nederland doen? Wat moet Europa doen? Ik, ik heb echt geen um... idee. Dit is echt het probleem van wat ik vorige keer ook zei: van mensen kunnen geen mensen regeren. Dit is wanneer mensen die aan de macht staan, gewoon hun emoties niet in controle hebben. En uh, mm -hmm. ja, toegang hebben tot nucleaire wapens en weet ik het, wat allemaal. Dus ja, ik weet niet hoe je dat heel goed kan oplossen. Als wij niet eens met onze ouders kunnen oplossen, dan is het dan moeilijk om wereldleiders die allemaal met emotionele problemen zitten en machtschaal zijn, om daar een soort van oplossing voor te vinden. Dat is echt lastig. Ja. Denk jij dat er een derde wereldoorlog komt? Nee, ik denk. Of een atoom, hoe noem je dat? Nee, ik denk het niet. nucleaire oorlog? Ik denk het niet. Het zou wel. Ja, misschien is het gek dat ik het zeg. Het zou wel goed zijn voor de aarde, zeg maar. En ook een beetje voor de mensheid. Ja, omdat uh, kijk, mensen, mensen leven een soort van in cyclus. Hè? Het is een soort van um, ja, eerst is iedereen heel erg blij. En dan uh, ontstaat er een nieuwe generatie. En die ziet dan de fouten van de oude generatie. En dan ontstaat er onrust. En daarna ontstaat er oorlog. En na de oorlog ontstaat er weer saamhorigheid, en dan zijn mensen weer blij. En dat repeat zich een beetje. Uh, en... Wow, dit klinkt echt heel verkeerd. Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik weet het, maar dat is wel een. Het is toch ook wat die ene. Uh... I... Er is zo'n man die dit zegt. Um, waar, waar ook Baudet en Trump en zo een beetje fan van zijn. Ik weet niet meer. Ja, ik weet niet meer ja, naam, ik, Maar hij is. Ik weet de naam. I, I... Strauss' generational theory. Dat is niet hetzelfde van Baudet hoor. Maar het is een soort van generational theory. Dat, uh, weet je. Verschillende generaties zorgen voor een soort van cyclus. die zich uh, de hele tijd herhaalt. Weet je. En ik denk niet dat we daar naartoe gaan. Want ik denk niet. Het is tegenwoordig. gaat het niet meer echt om. Um, ja. Um, land innemen. en Dat soort dingen. Het gaat niet meer om geografische grootte. Weet je. Het gaat veel meer om technologie en dat soort dingen. Maar. Oorlogen hebben mensen wel. Ja. ja. Ik weet het ook niet hoor. Het klinkt allemaal heel gek. Kijk, weet je wat het is? Ik weet gewoon van de oorlog heeft altijd gezorgd voor enorm veel technologische vooruitgang. En die vooruitgang heeft uiteindelijk voor heel veel positieve dingen gezorgd in de toekomst. En omdat ik een beetje die lijn zie. Bijvoorbeeld het feit dat wij uh, naar de maan zijn geweest en uh, allemaal satellieten hebben en weet ik veel wat. Komt puur omdat Amerika en Rusland een Dick Measuring contest hadden. Puur daarom. Weet je, het was de enige reden. Het feit dat wij die raketten hebben is puur omdat Hitler heel veel geld spendeerde in het, de ontwikkeling van raketten, <laughs> weet je. En ja. u, uit die plekken zijn dan heel veel dingen gekomen. We, we, lasers hebben we uitgevonden door NASA en dat heeft dan weer geleid tot alles wat je tegenwoordig met lasers kan, van ogen repareren tot uh, opereren en weet ik veel wat allemaal. Dus het, het, is, het is een periode waar je heel veel technologische vooruitgang hebt en dat is zo jammer, weet je. Wij hebben alleen die motivatie om beter te worden en sterker te worden en meer te doen met wat we hebben, wanneer het om oorlog draait, weet je? Dus in jeetje, wat tragisch. Ja, ik weet het, maar het, het is het, het is wel zo en dat is zo jammer, weet je? Alle grote Duitse werken en zo, het is allemaal in tijden van de oorlog, en dat is zo, zo fucked up, maar het is wel onze grootste motivator op de een of andere manier. Tenminste, om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen om voor zoiets te strijden, weet je? Dat krijg je alleen wanneer het, wanneer een soort van, wanneer je dan. Een, een vijand hebt waar je met z'n allen op kan focussen. En dan werkt iedereen opeens samen. Weet je, dan werkt iedereen opeens mm -hmm. samen. En dan is het hand in hand. Maar wanneer je die niet hebt, ja, dan keren mensen zich uh, tegen elkaar op. Again, ik, 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 ik ben echt bang dat mijn woorden een soort van gemisconstrueerd gaan zijn. Ik ben niet voor een oorlog. Echt totaal niet. Ik denk ook niet dat het een oorlog nee, gaat je komen. Het is gewoon hoe het is. Ja, het is gewoon een beetje ja. hoe, ik er, hoe ik er naar kijk. Weet je, ik zie het uiteindelijk gewoon als: als uh, ja, het is gewoon een soort van menselijk iets. Alleen, en ik, ik weet ook 100% zeker dat heel veel wereldmachten staan te popelen. Ze echt staan te popelen om alle nieuwe technologieën die ze hebben ontwikkeld voor uh, military use, om die uh, even uit te testen. Weet je wel, op, op, op het slagveld. Daar hebben ze Irak en Afghanistan echt heel vaak voor gebruikt. Dus uh, mm -hmm. ja, die staan daar ook uh, op te popelen. Maar ja. Het is, het is hoe, de, ja. hoe de mensen in elkaar zitten en daarom, daarom, ik ga gewoon opnieuw herhalen, mensen kunnen geen mensen regeren, dat kan echt niet, het, het, het werkt niet. Echt. Ja, maar we moeten toch met de praktijk, we moeten roeien met de riemen die we hebben, ja. dus op dit moment hebben we gewoon geen sy systeem van onmenselijke ja. dingen die mensen goed regeren, dus. Ja, um, ja dat is lastig. Ja. Ik vind het een lastig conflict. Rusland gaat Oekraïne nooit loslaten. Dat is gewoon een gegeven, denk ik. Mm -hmm. uh, tenminste, Poetin gaat dat niet doen. Want die haalt daar heel veel. Uh... Kijk, hij is zeg maar zo'n macho-autoritaire leider. En als hij dat opgeeft, dan is hij een soort van zwak, weet je wel. Ja. Dus dat gaat hij nooit doen. Dat is geen optie voor hem. Dus hij gaat alles op alles zetten of zo, denk ik. Mm -hmm. Want hij is gewoon een type zoals Erdogan en zo. En die hebben gewoon te veel eer om dat te doen. Ja. Um... En Oekraïne, ja, die mensen zijn echt super bereid om voor hun land te vechten. En zijn super anti-Rusland. Ja. En weet je wel, die, 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 er waren ook cijfers van uh, weet je wel, hoeveel procent van het volk is bereid te vechten voor hun land en zo. En Oekraïne was net als Turkije best wel heel hoog ja. en zo. Dus ja, ja zitten, ik denk dat dat gewoon. Die, die um... zitten in hun uppie daar tegen een fucking gigantische wereldmacht. Weet je, dan, dan ja. is de nood wel hoog. En dan voel je die, die adem ook in je nek. Maar het is lastig, hè? Want al die soort van wereldleiders waar we dan dat soort problemen mee hebben, dat zijn dan mensen die dan echt jarenlang aan de macht staan. Weet je, Erdogan, Poetin, al die mensen staan dan jarenlang aan ja. de macht. En dat is een beetje het nadeel van iemand lang aan de macht laten, dat die emoties ophopen uh, en uh, ja, mensen steeds meer. Emotie gaan gebruiken in plaats van logica om bepaalde uh, keuzes te maken, bepaalde beslissingen te maken. Maar dan wanneer je landen hebt waar mensen maar twee, drie jaar president zijn, dan is het weer ja, dan zijn ze er even om even geld te verdienen en dan zijn ze weer weg of zo. Ja, Weet precies, je, het is echt lastig precies. om daar een goede balans in te vinden. Wat, wat de juiste uh, gang van zaken zijn. Want ja, hoe krijg je iemand die dan aan de macht blijft en uh, overduidelijk geen goede dingen doet en de helft van het volk. Uh, uh, een beetje boos krijgt of meer... hoe, hoe haal je die dan weg Z zonder geweld? Ja. ja. Ik geloof sowieso niet in goede wereldleiders. Ook al, ja, dat klinkt heel raar, ja, maar... Nee. een wereldleider heeft zoveel macht en zoveel geld... en zoveel uh, kansen. En weet je, die, diegene hoe, heeft geen zorgen in het leven. Ja. Dus waarom zou diegene ook maar iets geven om bijvoorbeeld... Um, arme mensen in het volk. Waarom? Ja. Moet je? Dan moet je echt goed zijn en... in je hart... en ondanks alles goed blijven. Ja, en ook al... Dat kan bijna niemand. En ook al ja. wil je echt heel erg goed doen... jij bent nog steeds afhankelijk van... de informatie die jij krijgt. Het enige wat jou gaat boeien als wereldleider... is de map die je in je hand krijgt geschoven. Dat is de informatie die jij krijgt. Dus jij bent afhankelijk van de informatie, uh, het informa de verzamelde informatie van anderen. Weet je? Als die mensen incompetent zijn, dan gaat jouw decision-making ook incompetent zijn. Weet je? Dus uh, is, mm -hmm. zelfs als jij aan de macht staat, je bent afhankelijk van honderden duizenden mensen. die allemaal proberen samen te werken in het werelds meest onefficiënte systeem om tot een soort van besluit te komen. En ja, dat, dat, dat werkt gewoon niet. Zelfs als je best wilt doen... leer je gewoon snel dat, er, ja, dat je niks kan doen. En dat je er gewoon voor moet zorgen... om er zo goed mogelijk uit te zien in de public eye. Want dat is het enige wat belangrijk is. Wat mensen om je denken, niet wat je doet. En uh, ja, dan, dan ben je een succesvolle president of wereldleider. Oh, het gaat allemaal om imago. Ja, ja. ja. Maar ik denk ook gewoon dat mensen niet opgewassen zijn tegen zoveel macht en geld. Ja, dat corrupteert gewoon op, op den duur. En zelfs als, als, als één iemand goed is, diegene's kind of, of weet ik veel wat... Is ook, hoeft niet goed te zijn, weet je. Je ziet het ook met Biden. Volgens mij heeft hij een heel raar zoon. rare zoon die drugsverslaafd is en heel veel onverstandige dingen doet. Nou, dat, dat soort dingen dus. Ja. Ja. Maar goed... Um, Even kijken, wat nog meer. Ja, die paroolcolumnist genaamd Massie of zo. Ja. Um, ik ken hem niet. Ik lees zijn columns ook nooit. Maar um, ja, die valt kennelijk vrouwen lastig of zo. Ik word de hele dag getagd op Instagram. Ik weet het niet wat, wat er aan de hand is. Maar ik heb het je doorgestuurd. Ja, heb jij dat? Wacht, ik pak het even voor me. Ja, hij, ik uh, ken hem lichtelijk. Is dat een goede uitdrukking? Ik weet niet. Die, want hij komt ook uit Noord, zeg maar. En uh, mm. hij was vroeger rapper of zo. Um, ah. En daarna werd hij columnschrijver. Ja. ja, even kijken. De pagina laagstreepje central maar ook andere pagina's... die hebben het screenshots gedeeld. Er staat uh, boven Massie5711... en dan staat er dat hij naar iemand stuurt... perfecte face om het een en ander mee te doen. En dan zegt diegene zoals wat... Dan zegt hij, choken, stoten diep in je keel, kwijl over je lippen en uiteindelijk spuiten op je gezicht is maar een voorbeeld, hè? Ja, echt. Ja, mensen, taggen mij hierin of sturen mij berichten van waarom spreek je er niet over uit, want je bent toch voor vrouwenrechten. Ja, um, ik vind het wel goede... Sowieso. Ja, ik vind het wel goede openingszin. Ik vraag me af hoe vaak het heeft gewerkt. <laughs> Nee, maar sowieso zou ik me hier niet over uitspreken. Want um, ten eerste, dit bericht zegt helemaal niks. Ja. Wie van wie is dit bericht en waarom zegt hij zoiets? En um, hij zegt dit toch niet zomaar, weet je wel. Ja. Laat dan het hele gesprek zien, zodat ik weet dat het echt. Zomaar komt of zo. Wie weet wat dat meisje daarvoor heeft gezegd. Ik kan ook gewoon een uh, selectief screenshotje maken. Ja, ja, ja. Uh, terwijl ik bijvoorbeeld diegene heb uh, aangespoord om wat te zeggen. En dan alleen van zijn ding een screenshot maken. Dus ja. waarom zou ik me uitspreken over iets waar ik gewoon onvoldoende bewijs voor heb? Uh, wat fuck? En dat zouden andere mensen ook niet zomaar moeten doen. Ja, ja. Dus um, ja, stop met mij taggen, want ik ga er niks over zeggen. Ja, we hebben ietsje, ietsje meer bewijs nodig dan alleen die ene screenshot. Dit uh, zegt echt niks. Ja. Dit kan iedereen tegen iedereen zeggen. Bovendien, um, ja, ik weet niet. Stel dat iemand dit aan mij had gezegd, hè. Je kan het toch ook gewoon negeren? Of zeg ik nu weer iets raars? Ja, maar hij, ja. ja, omdat hij columnist is, heeft hij dan een soort van public position of zo. En dan... Uh... Is dat ongepast of is dat en dan, ook en dan ja, ik denk niet dat het machtsmisbruik is, maar uh, ik bedoel het is net, het is een beetje als uh, ja iemand die gewoon insta-famous is en uh, berichten stuurt naar chicks en weet ik wat. het is gewoon ja. Yeah. Maar berichten kun je negeren. Dat is wat anders dan in real life, hè? Je kan iemand gewoon blokkeren. Ja, of 100%. procent. Pagina's, uh, screenshots te sturen van uh, hey kijk wat die tegen me zegt of ja, zo. Ja. Ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon een beetje. Ja, raar. 100%. Want het is ook alleen maar om het soort van. Mm, ja, het enige wat je laat zien is dat de persoon, ook als, als, het, als het helemaal waar is, als hij gewoon dat gelijk heeft gestuurd zonder dat er iets uh, voor is uh, gezegd, uh, dan zou je eigenlijk alleen maar kunnen concluderen dat die heel een soort van indecent is. En ja, dat is niet echt illegaal of zo. Weet je, je kan gewoon indecent zijn. Vind ik het. Uh, ja. En dat er meer mensen het moeten doen. Nee, absoluut niet. Het is best wel raar ja. als je daar uh, opeens mee komt. Maar um, dat je daarom uh, ja, geen columns meer mag schrijven... Of moet kunnen schrijven of zo. Is wel, ja, vind ik wel een beetje... Oh ja, ze willen hem cancelen of zo. Ja, precies. het uh, parol ja, getekt nou. en uh, weet ik veel wat. Ja. ja, we gaan het zien wat, uh, wat het parol gaat doen. Ja, ik ben, ik ben, ben ook benieuwd. Ben benieuwd. Vervolgens... Um... Ja, er was weer iets over straat, straatnamen, pardon, uh, van, uh, van mensen die uh, bijvoorbeeld in, uh, in het verleden uh, slaven hebben gehad of rovers waren of weet ik veel wat. Ja. Die uh, moeten veranderd worden volgens bepaalde mensen. Ja. Ik weet even niet meer, ik heb het hier heel onduidelijk opgeschreven, sorry. Ik weet even niet meer wie dit heeft gezegd. Of, maar in ieder geval, het is iets wat sowieso om de zoveel tijd terugkomt. Ja. Dus, we kunnen het gewoon algemeen behandelen. Uh, nou, sommige mensen zeggen dan: Nou ja, ze hadden inderdaad vier eeuwen geleden ook geen genderneutrale wc's. Weet je wel, van mm. uh, waar gaat deze onzin over? En andere mensen zeggen: Van uh, ja, hoe kan je iemand die mensen heeft vermoord? of weet ik voor wat mensen slecht heeft behandeld en zo? als, als een soort held een straatnaam geven of een brugnaam of weet ik voor wat. Ja. Um, ik weet niet, hoe, jij, hoe sta jij in die discussie? Ja. Mm. Het is een beetje net als in Amerika dat er allemaal uh, standbeelden werden verwijderd. Omdat het uh, standbeelden van uh, ja, slavenhouders waren. Ik, uh, ik begrijp het. Ik begrijp dat uh, sommige mensen dat weg willen. Ik begrijp uh, niet. Ja, ik begrijp minder waarom je het niet weg zou willen. Zeg maar. Want de fuck maakt het uit hoe een straat heet. Weet je? Dus ik... kijk, ik ben uh, voor de meeste mensen. Ik ben wel iemand die als ik ergens in een straat loop en het is van. Weet ik veel, Admiraal de Ruitergracht uh, of zo. Dan ga ik wel even googlen van wie is Admiraal de Ruiter. Weet je, als het eenmaal opkomt. Weet je, dan, dan, dan zoek ik het op. Mm. En uh, ik heb wel een paar keer gehad dat ik dacht: van, hmm, hmm, Waarschijnlijk niet echt een <laughs> hele chille gast dit. Uh, en dan, dan begrijp ik het, vooral als het om slaven gaat of zo. Maar dan, ja. Kijk, wat dit soort dingen doen is ook van. Het komt pas in de aandacht dat die straat naar die persoon is vernoemd. wanneer iemand het weg wil hebben. Weet je, dan wordt er aandacht op gevestigd. En dan is het van, oh, deze, deze persoon. En dan pas leren mensen ook van. Oh, wie is deze persoon eigenlijk? Waarschijnlijk die mensen die in de straat wonen. Die hadden zelf ook geen idee wie de fuck dat was. Weet je, naar wie hun straat vernoemd is. Dus het zorgt wel voor een soort van een eye-opening experience. Van wat zijn de namen die we allemaal hebben gebruikt? En ja, ik zou zeggen, ze gebruiken er een betere naam voor. Weet je, iets van deze tijd. Maar ja, dat van. Uh, ja. Dat van um, uh, dat mensen die... Uh, wat zei je nou? Dat mensen die hoog op... Uh, uh, mensen die slechte dingen hebben gedaan. Mensen hebben vermoord. En weet ik veel wat. Dat die nog steeds uh, op handen worden gedragen. En weet ik veel wat. Maar, dat, dat doen we ook eigenlijk. Weet je wel. Michael Jackson wordt nog steeds op handen gedragen. Nadat hij kindertjes uh, aan kindertjes heeft gezeten. En weet ik veel R. Kelly wordt nog steeds gedraaid. En weet ik veel wat. Dus wij hebben dat ook wel een beetje. Maar ja... Ik weet het niet. Ik, 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 vind er, ik, ik heb er helemaal geen probleem mee. Als je wilt veranderen, moet je dat gewoon veranderen. Ik hoef dat echt totaal niet te verdedigen of zo. En ik weet ook niet wat je ermee bereikt om dat te verdedigen. Ik begrijp die hele slippery slope: van oh ja, dan moet uh, dit en uh, dat ook weg. Maar ja, de realiteit leert wel dat het uh, nooit de slippery slope afgaat, zeg maar. Ja, ja. Ja, ik vind het lastige discussies. Sommige mensen zeggen van uh, kijk, je hebt de huidige maatstaven, die komen gewoon niet overeen met vroeger. Vroeger uh, trouwde je als vrouw als je 15 was of zoiets. Op je 18 kon je gewoon uh, twee kinderen hebben, et cetera. Ja. dingen waren gewoon anders. Je had slaven, je had uh, dit en dat. En uh, je wist gewoon niet beter, dit en dat. Ja, anderen zeggen weer: van... Ik heb, uh, ik heb problemen met je wist gewoon niet beter. Ik heb daar echt heel veel problemen mee. <laughs> ik heb daar, ja. ik heb, want er wa niet iedereen had slaven. Weet je, er waren in die tijd genoeg mensen die wel beter wisten. Dus dan vind ik ook niet dat het justified is. Weet je, dat is een beetje alsof over honderd jaar. dat niemand op aarde meer iemand verkracht. Niemand. We weten gewoon beter. N yeah. Er wordt niemand meer verkracht. En dat er dan wordt gezegd: van, hé, hey, maar deze persoon. naar nou wie we dit hebben vernoemd, was een verkrachter. Dat dus je dan zegt: van, oh ja, maar de mensen van destijds wisten niet beter. Weet je, maar er waren heel veel mensen die beter wisten. Alleen sommige mensen wilden er yeah. gewoon niet bij stilstaan. En het zal in de toekomst ook zo gaan. Ik bedoel, als wij ooit naar een toekomst gaan waarbij alle vlees in fabrieken wordt geproduceerd. en we doden geen dieren meer. of weet ik veel wat allemaal. dan gaan de mensen die er nog steeds voor kozen om vlees te eten. gaan ook worden gezien als verschrikkelijke mensen. Weet je? En dan waren er de mensen die ervoor kozen om niet vlees te eten. Maar het blijft verschrikkelijk. En we weten dat het verschrikkelijk is. maar we denken, ja, we doen het nog steeds. want het is gewoon fucking lekker. En ja, dat deden die mensen ook. Ze wisten dat het raar was om iemand anders voor je. Ja, om een slaaf te hebben. Maar ze dachten, ja, het komt goed uit. En ja, soms komt het goed uit en dan. Ja, dan, dan zeg je niks, weet je. Ik, ik had dat vroeger ook. Mijn zus moest altijd de afwas doen. En daarna veel, heel veel jaren later mijn zusje. En de jongens hebben nooit de afwas gedaan. En ik wist dat het verkeerd was. Ik wist dat het fucking raar was dat alleen de vrouwen de afwas moesten doen. Maar ik deed mijn mond niet open, want ik, <laughs> ik hoefde geen afwas te doen. Dat is fucking chill, weet je. Het maakt het nog steeds wel fout. En mensen mogen me daarop aanspreken. Het maakt me nog steeds wel fout. Dus ik, ik heb een beetje problemen met, ja, ze is niet beter. Ik vind dat uh, ja, ja. te makkelijk, uh, ja... Te makkelijk. Ja, nou, ik vind het lastig bijvoorbeeld over Multatuli, die was dan tegen de onderdrukking van de Javanen in Indonesië. Die kwam daarvoor in opstand. Hij heeft zijn leven geriskeerd. Hij heeft er een mooi boek Max Havelaar over geschreven. Uh, hij is een soort held. Ja, soort held. Hij is gewoon een held in Nederland. Ja. Maar hij was niet tegen het koloniale systeem aan zich. Hij was alleen tegen onderdrukking. Dus hij wilde wel gewoon koloniën behouden, maar gewoon die mensen goed behandelen. En goede loon uitbetalen, et cetera. Ja. Goed eten geven, niet slaan, et cetera. En dan kun je zeggen: oké, okay, hij is dus tegen het systeem in opstand gekomen. Maar je kunt ook zeggen: maar hij vond koloniën nog steeds goed. Ja, maar ik, misschien ja. is het niet eens in hem opgekomen om helemaal geen koloniën te hebben, omdat dat zo in het systeem zat. Of zo, ja, 100%. Ik maar dan. ik denk dat dat ook beter te verdedigen valt dan het hebben van slaven. Want, weet je, uh, zeg maar, slaven, slaven is echt. Er zijn duizenden jaren geleden mensen geweest die dat hebben gebecritiseerd. Weet je, dus het was wel ja. iets wat altijd aanwezig was. Maar iets als ergens aan, aan, dat je ergens aankomt als land. en die mensen leven nog, uh, weet ik veel, in het bronzen tijdperk of zo. En uh, dat jij dan denkt van ja, we moeten ze helpen, dat is het beste wat we kunnen doen, we moeten ze helpen, we moeten ze, weet je, en dan de denk jij van ja, we doen het zonder onderdrukking, want dit gaat fout, we nemen ze als slaven en we doen dan verkrachtingen, dat is allemaal niet goed, we doen het zonder onderdrukking, dan is dat soort van een post, het is hetzelfde als iemand uh, die wel een slaaf had, maar die tegen zijn slaaf zei van, oh ja, uh, als je vijf jaar hard voor me werkt, dan laat ik je vrij, ofzo. Weet je, het maakt hem een wat minder duidelijk slecht persoon. Weet je, het zijn wat, wat, wat beter te verdedigere dingen dan, uh, ja, ik heb gewoon, uh, gewoon slaven en ik hou ze als slaaf. Of ik, 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 ik ben gewoon voor kol kolonieën, punt. Weet je, maar ja, zodra jij daar een soort van uh, verandering in probeert te brengen, hoe klein die ook is, dat, dat wijst wel op een soort van um, dat je. Ja, dat je bewust ervan bent. Het is hetzelfde als iemand ja. die bewust ervoor kiest om minder vlees te eten. Je doet nog steeds wel een beetje slechte dingen, maar je bent wel bewuster. En dat heeft, dat heeft een uh, impact op jou, uh, op hetgeen wat jij dan aan het doen bent. Dus ja, ik denk dat het beter te te verlichten. Ja, maar het ingewikkelde is dat je niet echt een grens hebt van, oh ja, dit kan nog wel door de beugel. Oké, okay, die mag nog steeds zijn straat behouden. En die, bijvoorbeeld, Multatuli. Nou, hij was dus, wat vind jij? Mag hij zijn straatnaam behouden? Dus, uh, ik, wie moet dat dan bepalen? Ik weet, weet, je te, weinig, ik weet te weinig over Multatuli. Uh, dus zou ik daarin moeten duiken. Uh... Nee, maar ik bedoel, wat ik, uh, op basis van wat ik. Ja, op basis van zeggen, wat je zei, nee, dan, het... dan zou het gewoon moeten blijven, natuurlijk. Weet je, ik denk dat, dat je dan. Ja, maar dat vind jij, maar ik denk dat heel veel mensen denken: nee, verschrikkelijk. Hoe kun je voor het koloniale systeem zijn geweest? Weet je ja, wat? maar dat, dus dat, iedereen... dat valt dan wel te verdedigen als, als dat dan klopt. Als je dan gewoon zegt van ja, maar hij was wel tegen onderdrukking en weet ik veel wat. Kijk, dat kan je wel soort van in de tijd van toen bekijken, omdat mensen dat nog niet doorhebben. Het is voor ons ook echt nieuw, pas 100 jaar of zo, dat wij denken van als we ergens een. Een, uh, een stam vinden midden in de Amazone. Dat we denken van oké, okay, we gaan geen contact leggen. Weet je? D dat doen we ja. gewoon omdat we weten dat het slimmer is. Om, om, om het gewoon een beetje te respecteren. Dus uh, dat, daar zijn we ook nu pas op gekomen. Maar het concept als slavernij, dat, dat, is wat, dat is wat anders. Dat vind ik wat, uh, ja. wat, wat duidelijker of zo. En ik denk voordat je dat jullie zou weghalen, heb je waarschijnlijk een paar duizend uh, slavenhouders gehad die uh, een straatnaam hebben. Ja, maar vind je niet dat wij nu bijvoorbeeld. Uh, ik vind ook, kijk, ergens vind ik dat, dat je sowieso om de zoveel tijd straatnamen mag veranderen. Want uh, kijk, de tijd verandert, dus we hebben ook nieuwe helden. En ja. zo. Het is niet dat Admiraal de Ruiter duizend jaar een, een straat hoeft te blijven of een held of zo. Want in de tijd van Admiraal de Ruiter hadden zij ook weer hun helden. Ja. En die straatnamen zijn ook niet gebleven, weet je wel. Dus ergens denk ik, ja, tijd verandert gewoon, je hebt genoeg nieuwe helden. Ja. Ik doe van mij mogen ze het Justin Bieberstraat noemen of zo. Uh, weet ik veel. Uh, André Hazenstraat. Uh, noem, doe maar, weet je. Mij boeit het niet. Maar um, wat ik dan wel wil zeggen. Maar zijn wij niet allemaal tegenwoordig slavenhouders? Uh, of niet, niet direct? Maar ja. wij eten chocola. Ja, en wij 100%. kopen Primark. Ja, 100% zijn we ook. Ja maar dat, dat, dus, ja, maar dat probeer ik ook te zeggen. Kijk, dat ik een paar keer ook in andere podcasts heb gezegd van eigenlijk zijn we. Evil, we zijn gewoon evil, we zijn best wel evil, weet je? En we staan er gewoon, ja, niet bij stil. En we proberen het een beetje weg te wuiven en er niet aan te denken. En in de toekomst gaan wij met net zulke discast terugkijken op deze praktijken als wij doen over 400 jaar geleden. 100%, al die dingen gaan fucking raar zijn. Dat mensen dan denken: van, wat? Wat? Hoezo verdient die persoon die daar woont 2 euro per week dan en die andere verdient 15 euro in de uur? Weet je, dus dat zijn sowieso hele rare dingen. Maar we hebben, we hebben het, kijk, de utopie waar wij van, wij denken van waar wij in leven, hè? Nederland en weet ik veel, wat, dat is alleen maar mogelijk omdat wij die dingen hebben. Omdat wij die slaven. Soort van nog steeds hebben, die low, low wage workers nog steeds hebben. En als iedereen op het. Het is niet mogelijk met de huidige technologie dat iedereen op, het, op dezelfde level als Nederland zou zitten. Dus in dat geval zijn wij met z'n allen sowieso best wel evil motherfuckers. Want als je, als je gewoon een goed persoon bent, dan denk je van hé, hey, laten we met z'n allen gewoon op dezelfde level zitten. Toch? Dat is wat je eigenlijk naar, daartoe, Dat is waar je eigenlijk naartoe zou moeten gaan. Maar ja, dat, dat is niet wat we doen. En dat. Uh... Dat komt uh, <laughs> ja, omdat we niet anders, uh, ja. anders kunnen. Het is wat lastig om dat, uh, om dat weg te nemen. Ja, kijk, wij uh, hebben allemaal een iPhone. Sommige mensen hebben accu's nodig voor elektrische auto en zonnepanelen. Die worden in Af Afrika in uh, grotten uh, gewonnen door. Hele magere jongetjes met hele dunne vingers of zo. Ja. Alleen die komen erbij of zo. En dan gaan er ook nog een paar dood onderweg. Ja, ja, ja. Uh, het is echt super tragisch. En ook als je je verdiept in hoe chocola wordt gemaakt, hoe kleding in Bangladesh, weet je wel. Uh, in China mogen ze, omdat ze te veel zelfmoord plegen, hangen er netten aan het raam. Ja. Zodat, ze geen, zodat ze niet uit het raam springen bij het assembleren van de iPhones, ja. waar wij allemaal op uh, zitten de hele ja. dag. Wij zijn allemaal slavenhouders, klaar. Ja, 100%. Wij zijn op dit moment allemaal slavenhouders en dat zou ja. betekenen dat wij allemaal geen straatnaam ja. kunnen krijgen. Ja, kijk, nu voor nu, omdat we allemaal soort van light slaafhouders zijn, is het acceptabel. Net zoals je het vroeger ook als in jouw community veel slaven werden gehouden door veel mensen, door het gros van de bevolking, dan kon jij het jezelf ook wel. Uh, uh, goed praten van ja, dan neem ik ook slaven en weet ik veel wat. Maar ja, het is als iedereen opeens vegetariër zou zijn, letterlijk iedereen. Ja, iedereen is vegetariër, dan zou niemand het in zijn hoofd halen van. Oh ja, ik ga nu even deze koe. Er is al 40 jaar geen koe doodgemaakt op aarde. Ik ga deze koe even doodmaken en eten. Dat is net zo raar als een vluchteling die in Italië dan een, een kat doodmaakt en eet. Weet je wat, wat een paar maanden geleden was gebeurd. Dus dat, dat dus het gaat dan super chockerend uh, uh, zijn. Maar ja. Ja, wat, uh, wat, uh, wat moeten we? En het is, dus, het is lastig hè, want al... Ja, nu ga ik echt ook weer iets zeggen wat gemisconstruerd kan zijn. Want <laughs> kijk... Zeg het, gooi het eruit. Kijk, um, slavernij heeft de wereld heel goed gedaan... In de zin van <laughs> oh, dit is echt kut. In de zin van ontwikkeling. Weet je, want. En iedereen heeft slaven gehad. Hè? Iedereen heeft slaven gebruikt. Alle grote rijken hebben slaven gehad. Dan pra praat ik niet alleen over de African slave trade. Maar van de, van de piramides en de bouw van tempels en kerken en weet ik veel wat. Allemaal slaafwerk. En slaven waren voordat voor de industriële revolutie is een slaaf een machine. Weet je, dat is hoe, als wat ze werden gebruikt. Want het is gewoon iets, het heeft geen eigen wil, het heeft geen eigen niks. Je betaalt het niet, je geeft het gewoon wat brandstof en het doet wat je zegt. Weet je, dus het was een soort van. voordat technologie bestond, was het een vorm van um, technologie. En als we, he, dat is een hele lastige. Dus dit, is, dit komt ook weer dan het, het, in het filosofische van er bestaat geen ultieme goed en kwaad. Als we nooit, sinds de ontwikkeling van de mens, nooit slavernij hadden gehad dan was de ontwikkeling veel langzamer geweest. Weet je, dan was de ontwikkeling veel langzamer geweest. En dat is Hoezo? omdat je dan niet free labor hebt. En free labor is heel erg belangrijk. Kijk, um, dingen in de Gouden Eeuw. En, kijk, al deze, alle wetenschappers van vroeger, niet de wetenschappers, maar soort van de slimme guys van vroeger, die allemaal Newton en weet ik veel wat allemaal, al deze mensen die uh, dingen hebben uitgevogeld. De enige reden dat zij die dingen hebben uitgevogeld, is omdat zij niet hoefden te werken. Omdat het gewoon mm -hmm. rich people waren, die gewoon te veel vrije tijd hadden en een interesse. En zich daarin gingen verdiepen, omdat ze niet hoefden mm -hmm. te werken, weet je. Dus dat geldt voor een heel groot deel. En dat kwam door de slave trade, weet je. En dat is heel erg fucked up. Want ja, op zich, ja, ik heb daar nooit bij stilgestaan. Maar dat is natuurlijk zo. Ik bedoel, als wij twee nu iemand hadden die... Uh alles voor ons deed ja. wat kut is. Ja. Stofzuigen, afwas, uh, weet je wel, uh, koken, deze podcast opnemen, alles klaarzetten en zo. Ja. Dan hoefden wij alleen maar te concentreren op de inhoud. Ja. En dan had ik nu waarschijnlijk al een tweede en een derde boek geschreven. Ja. En, en had wel veel meer uh, productiviteit natuurlijk. Met een slaaf heb je, had je gewoon de luxe die een, een miljonair met een paar personal assistants... en een huishoudster en weet ik veel wat allemaal... Dan had je diezelfde luxe ja. voor vrij weinig geld. En dat is gewoon. En voor een hele bevolking. Ja, ja, ja precies. Dus ja. dat is. Again, hè, ik probeer <laughs> slavernij niet goed te praten. Ik laat alleen zien waar het toe heeft geleid. en wat de motivatie van mensen was. Uh, om het te doen. En dus de dingen, de verschrikkelijke dingen die we hebben gedaan. wat wel heeft geleid tot ook positieve dingen. Net zoals het feit dat. Uh, het feit dat agriculture, dat, dat de veehouderij bestaat, het verschrikkelijke wat wij met dieren doen, heeft er wel voor gezorgd dat de wereldpopulatie, dat er meer mensen kunnen leven en voedsel hebben en weet ik veel wat, al, al dat soort dingen. Dus het is, het is heel lastig, want die dingen worden uiteindelijk gedaan omdat mensen, omdat groei belangrijk is, ontwikkeling belangrijk is. We zijn gewoon een soort van virus dat alles eraan doet om zo groot mogelijk te worden. En ja, daar hebben we al die dingen voor gebruikt. En toen kwam technologie en. We gebruiken technologie voor veel van die dingetjes, weet je, tegenwoordig. Fabrieken worden geautomatiseerd en dat soort dingen. Maar wanneer jij dan iets nodig hebt uit een land waar geen technologie is, als je iets uit de mijnen van de Congo moet halen, ja, dan gebruik je de technologie die daar aanwezig is, die smakt naar geld. En dat geld wat jij ze geeft, het is gewoon gratis. Het is geen geld. Weet je, het kost niks mankracht of kindkracht. Dus precies dezelfde fouten herhalen we weer. Maar de prijs is dan dat jij een iPhone hebt in je zak. Of dat je dit hebt en dat hebt en weet ik veel wat allemaal. En wat we laten zien hè, door al die dingen te supporten. En niet te denken van oh ja, ik ga geen computer gebruiken of internet of auto of weet ik veel wat allemaal. Daarmee laten we gewoon zien dat we daar prima mee zijn. En dat maakt van ons ook verschrikkelijke mensen. Maar ja, ja, daar, daar zit je dan mee, weet je. Hoe, hoe, hoe ga je dan verder? De enige, de enige conclusie is gewoon, ja, dat uh, we niet echt hele koosjere mensen zijn. En uh, ja, dat is wel een, uh, een, een, een vreselijke realiteit, zeg maar. Ja. In de islam is trouwens slavernij goedgekeurd, of tenminste. Um, ja, het mag. Ja, de, de islam heeft er niks op tegen. Je mag zelfs seks hebben met slaven. je slaven. <laughs> ja, slavinnen, yeah. die, uh, die mogen niet uh, nee zeggen en yeah, zo. Ja, fuck. En um, wat ik heel uh, interessant vind is... in Saudi-Arabië en Dubai en zo heb je nog steeds directe slavernij. Mm -hmm. Gewoon uh, mensen uit Kenia en zo, weet je wel? Die daar gewoon als... Ja, dat noemen ze arbeidsmigranten, maar eigenlijk is het gewoon pure slavernij. Want... Uh, in sommige gevallen krijg je geen loon of zo. Je, je woont gewoon bij mensen thuis, je krijgt eten, je overleeft en that's it. Dus ja. dat is gewoon eigenlijk slavernij, maar dan onder een andere naam. Ja, er was een paar maanden terug, was er een uh, Saudische Instagram-check met 2-3 miljoen volgers of zo. Dus er was een nieuwe wet in Saudi-Arabië dat de Filipijnse werkmigranten, dus je hebt Filipijnse slaven, soort van huishoudsters. En de, ja. de wet was, als je werkt als huishoudster, lever je je paspoort in bij je werkgever. Zodat jij niet kan mm -hmm. vluchten. Pas wanneer zij jou je paspoort teruggeven, dan pas kan je weg, weet je. Dus je zit daar gewoon vast, ja. als het ware. En dat was per, dus ja, dat was per ja. wet geregeld. En die wet hebben ze toen aangepast. En zo'n Instagram-chickie, zo'n Saudi-Arabische chick... Die gingen op Instagram helemaal als van ja, maar hoezo zou ik ze een paspoort moeten geven? Ze zijn toch mijn property? Ze zijn toch mijn bezit? Ik betaal er toch voor. Waarom zou ik het risico nemen dat ze opeens verdwijnen? Ik moet die paspoort bij me houden, zodat ze niet het geld pakken en wegrennen. En ik dacht: wauw. Ja. Wauw. Wow, Weet je, ja. dat wij worstelen hier dan met uh, gewoon vrij simpele dingen. <laughs> Weet je. En dan in dat soort landen heb je nog mensen die best wel clearcut slavernij gewoon goed praten omdat ze eraan gewend zijn, omdat ze ervan profiteren. En again, yeah, ja, wij, wij doen het ook, maar op een hele andere level. En ja, we kunnen ons pas goed noemen, denk ik, als mens, wanneer iedereen van al die dingen kan genieten. Maar ja, dan uh, moeten er geen mensen meer zijn die uh, hard werken, terwijl andere mensen minder hard werken. En dat is, dat is een lastige realiteit om te behalen. Ja. Ja, trouwens, over dat van straatnamen en zo. Sommige mensen zeggen ook, ja, ik spring nu echt van de hak op de tak hoor, maar ik krijg nu even een vraag in mijn hoofd daarover. Sommige mensen zeggen ook, je moet de kunstenaar loskoppelen van zijn kunst. Hmm. Zoals bijvoorbeeld nou, Michael Jackson, uh, of hij nou pedo is of weet ik veel wat, of verkrachter, dat moet er helemaal niet toe doen. Ja. Want als hij goede muziek maakt, moet je gewoon die muziek aan zich gewoon waarderen. En niet ja. naar de kunstenaar kijken of naar zijn daden. Ja. Hmm, ik vind dat een lastige. Ja, ik ben er. Ik... Op zich ben ik het daar wel mee eens. Ja, denk ik, ik. ik niet echt. Ja, ik weet het niet. Ik, ik, iedereen mag daar vrij in zijn, maar voor mij verpest het die persoon of zo, weet je? Voor mij verpest het de kunsten van die persoon. Maar het is af en toe heel erg zonde van die kunst. Ja, ik weet het. Is. Kijk, als ik, als, ik, als, ik, als ik hoor dat Picasso uh, letterlijk een wife beater was, weet je, dat hij zijn vrouw helemaal in elkaar sloeg, en ik dan denk ik, ja. Ja, ik weet niet uh, of ik je zo uh, hard vind nu, weet je. Ik weet niet of ik je zo vet vind of ik uh, uh, je kunst... Ja, je kunst wordt dan ook opeens lelijk voor mij. Dat is met MJ ook. Als ik, mm. als ik Michael Jackson liedjes luister, dan denk ik ook van... Mm, ik hoor gewoon in de achtergrond Peno, weet je. <laughs> <Okay>. <laughs> dus het is gewoon lastig. Het is gewoon, uh, het is gewoon wat lastiger voor mij. Maar ja, misschien uh, ben ik te judgmental uh, daarin. Maar... Uh, ja eigenlijk, ja, eigenlijk puur omdat ik, het, omdat ik het niet gun dat je nog steeds succesvol bent. Dat je succesvol bent geworden terwijl je een best wel slecht persoon was. Weet je, dat, dat, uh, ja. dat gun ik mensen niet echt of zo. Ik weet het niet. Het is gewoon heel erg voor de slachtoffers ook, weet je. Ja. Ja, doet me een beetje denken aan uh, wat nu gebeurt hè? met Ali B. dit, dat. Uh, ja. Zou ook zo raar zijn als we het wel gewoon allemaal. als we doen alsof er niks aan de hand is of zo. Ja. En nog steeds heel leuk zijn liedjes draaien. Of, ja, ik weet niet. Ik vind het een lastige discussie. Ik ga er beter over nadenken. Ja, het is heel lastig. Maar ik denk dat het met dingen uit het verleden is het sowieso. Kijk, slaafhouders, hun directe slachtoffers, die leven nu niet of zo. Dus dat, dat is dan wat minder. minder zere wond. Dus ja, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Over Ali B gesproken. Ja. Um... Sylvana Simons had daarover getwitterd. Heb je dat meegekregen? Ja. Yeah. Um, nou, in ieder geval het kwam erop neer dat ze zei: Van. Uh, um, volgens mij worden alle racisten nu blij dat, uh, dat een niet-Westerse allochton beschuldigd wordt van grensoverschrijdend uh, gedrag. En blabla. Bla. Uh, witte daders zijn niet zo'n bron van humor, lijkt het. Oftewel, haar punt was omdat Ali B. Marokkaan is, krijgt hij de meeste drek over zich heen. Na alles wat er gebeurde bij The Voice of Holland. En die witte daders die komen er een beetje lachend mee weg. Dat was haar punt. Maar ik vraag hmm. me dus oprecht af: hoe komt zij hier? Ja, dat vraagt wel. Dat, ik me, ook daders, dat vraag ik me ook ja, af. Ja. Zij ziet gewoon echt spoken. Dat kan niet ja. anders. Nee, maar het is. Kijk, zij verwaart, zij verwaart haar eigen waarneming met de realiteit. Want als je er dan wilt achterkomen of Ali B. meer gebekritiseerd wordt. dan Jeroen of Marco. dan uh, ja, zou je dat moeten meten op een of andere manier. Dan zou je een soort van op een Twitter-search moeten doen. van hoe vaak die dingen zijn gementiond en weet ik veel wat allemaal. Ja, dan weet je dat. Maar zij kijkt gewoon naar. Ja, wat is, zie ik op mijn Twitter-feed oh ja, dit zie ik op mijn Twitter-feed... dus hier zal wel het meest over gesproken zijn. Maar ja, je bent Silvana Simons, weet je. Het is best wel logisch dat in jouw omgeving... er meer gepraat gaat worden over de rapper. Weet je, in een soort van jongere omgevingen. Terwijl in een volledig Hollandse omgeving... er misschien meer wordt gesproken over Marco Borsato. Maar dat weet jij niet, omdat jij dan in die bubbel zit. En dat, jouw eigen waarneming in die bubbel... dat, dat, ja, dat sleep je dan naar de realiteit. En dan denk je dat dat zo is, maar ja... Of dat ook zo is. Neem jij Sylvana Simons eigenlijk serieus? Ik begrijp waar ze vandaan komt op heel veel dingen. Maar ik vind haar overbrenging... vind ik... Uh, een beetje, beetje dom. Een beetje counterproductive. Echt heel counterproductive. Mm -hmm. ze heeft al, het, het is altijd een punt... altijd wel een punt waarvan ik denk... Hmm, oké, okay, misschien heb je daar wat... maar dan is het zo slecht uitgewerkt. Is het echt zo slecht uitgewerkt? Dat ik denk van ja... Weet je, misschien is het interessant, misschien is het wel echt zo dat ja. Alibé meer wordt bekritiseerd. Maar ja, doe dat dan op een goede manier. Weet je? Kom maar, ja. de... Laat bijvoorbeeld statistieken zien. <laughs> ja, ja sta. dan is dat nog een goed punt. Maar als je het gewoon zo zegt, ja. Maar zelfs dan, dan zegt het niks. Kijk, stel uit statistieken blijkt dat iedereen het heeft over Alibé. Ja. Dat is niet zo gek. Want die wordt uh, door twee mensen voor verkrachting aangeklaagd. en die andere niet. Ja, precies. Dus dat heeft zelfs ook dan. Een ja, zelfs dan hoeft het reden. niet te komen. om het feit dat hij Marokkaan is. Maar dan kan het nog, het ja. kan nog steeds multifactoriaal zijn. Maar dan, we, dan heb je wel een soort van gesprekstof. Maar nu, ja, waar moeten we over praten? Want we weten niet eens of het waar is. Weet je. Dus het is gewoon alsof iemand iets in de kroeg. iets geks heeft gezegd. en dan moeten wij beslissen of daar iets in zit of zo. Weet je. Het is heel lastig. Vind je niet dat. Dit eigenlijk symbool staat voor de politiek van Sylvana Simons. Well, <laughs> ja, 100%. Je ziet iets wat volgens jou in jouw hoofd <laughs> uh, racisme is, waar je geen goed argument voor hebt, ja. waar je geen data voor hebt, ja. wat puur jouw waarneming is, wat puur jouw emotie is. Um, je hebt er geen bewijs voor, weet je, en je roept het gewoon. En iedereen die ook een soort van die waarneming heeft, die geeft jou gelijk. En de ander denkt, wie ben jij en waar haal je dit vandaan? Ja, 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 100%. Dat is een beetje hoe het gaat bij haar. Ja, dat, dat is ook het jammere, want kijk... Ik heb dat met heel veel van die antiracisme dingetjes en zo. Ja, racisme bestaat, 100% hè. Ik bedoel, het gebeurt, weet je, als je met een buitenlandse naam solliciteert met een Nederlandse. Er zijn allemaal, er worden allemaal onderzoeken naar gedaan. Maar die onderzoeken leiden wel tot soort van dingen waar we het over kunnen hebben. En die we dan kunnen proberen op te lossen. Of op zijn minst kunnen analyseren. Maar hier wordt de racismekaart zo vaak getrokken en dan met hele vage dingen. Weet je, niks is echt duidelijk. Zijn het zijn hele vage dingen. En dan denk ik van, je, ja, je komt gewoon veel te snel met die racisme. Waardoor, ja, ja. andere mensen dan niet over een soort van echt racisme kunnen praten. Dan is het van, oh ja, god, het begint weer over racisme. Weet je, ik, ik ja. vind dat gewoon heel counterproductief. En ja, het laat gewoon zien dat, dat, ze er, dat zij er heel erg mee zit. En haar overbrenging is dan een beetje, ja, een beetje, is gewoon heel erg extreem. Maar ja, blijkbaar voelen meerdere mensen zich zo. Want uh, ze heeft ook wel fans. Maar ja, dan denk ik van... Ja, dan zou ik echt even goed nadenken... over waarom je zo erg extreem uh, uit de hoek ja, komt. Ja, heel veel mensen vinden haar echt een uh, heldin. Ik ken heel veel mensen die op haar stemmen. Ja. Um, yeah. Ja, ik vind dat altijd heel bijzonder. Um, ja, ik denk... Omdat ik haar niet serieus kan nemen. Ja, ja ik denk dat ze gewoon als, uh, als donkere vrouw in de Tweede Kamer, jong... Is ze gewoon een soort van voorbeeldfiguur voor... Uh, diezelfde demografiek waarschijnlijk, weet je dat? Uh... Ja, ja, nee, ook heel veel blanke mensen, vooral of uh, witte mensen, ja. witte vrouwen die ik ken stemmen op haar. Um, maar wat het rare is bij haar, kijk, toen mijn boek net uit was, werd zij geïnterviewd voor financieel dagblad. Dit kunnen jullie trouwens gewoon googelen. En daarin werd een vraag gesteld van, um, het was net voor de verkiezingen. Zij uh, uh, profileerde ze zichzelf als een inclusieve partij. Dus een van de vragen van de interviewer was: Als je zo'n in inclusieve partij bent, is er dan ook ruimte voor mensen die het geloof verlaten en daar problemen mee ervaren, zoals Lale Gül? Dit was de vraag. Ja. Zou je denken: hé, hey, dit is gewoon een hele normale vraag, toch? Of, ja. of niet? Ja. Ze ging helemaal tekeer tegen die interviewer ze zei hoe durf je deze vraag te stellen waar komt dit ineens vandaan waarom vraag je niet of ik uh, kouter busha steun in plaats van lale gul dat je denkt hè huh? hè waar heb jij het over ja. weet je wel wat heeft dat ermee te maken ja, ja. Dus, maar zij zit ook in het kamp dit... van uh, alle kritiek op de islam is islamofobie weet je dus, maar dan uh... zeg je dus eigenlijk uh, afvallige als lale gul Horen bij mij niet en ze noemt zichzelf wel een inclusieve partij, ja. Dus zij heeft zichzelf gewoon tegengesproken. Ja, 100%. Uh, dit kunnen jullie trouwens gewoon googelen: Financieel dagblad Sylvana Simons, Lale -Gül, en dan vind je het. Ja. Um, en wat ik ook raar vind: ik heb dit van een vriendin gehoord. Zij heeft kennelijk in het verleden gezegd. Je moet geen zwarte mannen daten, want die zijn onbetrouwbaar en die uh, gaan, gaan snel weg, et cetera. Zij heeft ook, uh, heel lang is zij tv-meisje geweest, hè, bij TMF en zo. Het is een beetje voor onze tijd, dus ik heb het niet meegemaakt. Maar zij is blijkbaar altijd achter uh, rijke witte mannen aangegaan. Heeft ze altijd uh, zeg maar een beetje een luxe leventje gehad, doordat ze met dat soort mannen ging en zo. Dat, dit, dit zegt ook iedereen in de tv-wereld. En toen dat een beetje klaar was, is ze de politiek ingegaan. Ja. Terwijl ze wel dit soort dingen zei. Dus ja, ik vind haar gewoon een onbetrouwbaar figuur. Eigenlijk, ja, ik begrijp ook niet. dat ik dit soort dingen weet. Hoezo opeens de politiek inging? Het, uh, het was vrij verrassend voor mij ook. Dat ik denk van ja, dat betekent dat iedereen gewoon de politiek in kan. <laughs> Maakt niet uit wat je background is. Ja. Maar ja, iedereen kan sowieso de politiek in inderdaad. Ja... ja. Maar goed, um, oh ja, over dieren. We hadden het net over dieren en uh, hoe we dat in de toekomst gaan zien en zo. Maar wat, ik had daar nog een opmerking over. Wat ik altijd grappig vind, of grappig, het is niet eens grappig, maar gewoon interessant. Stel, er is op het nieuws een kat is doodgeschopt door jongens. Ja. Of uh, er is vuurwerk in de reet van een hond of een kat gestopt of zo, waardoor die ontploft is. Ja. Dat soort dingen. Of een kat in de droger vergeten. Dan... Zie je iedereen super boos daarover? Of bondjas, mensen die bond dragen, kan echt niet meer. Ja. Dan worden BN'ers helemaal afgemaakt of um, dat soort dingen. Maar dan denk ik van, waarom doen jullie ze hypocriet als het gaat om een kat of een hond? Want je eet toch gewoon vlees? Dat is toch gewoon hetzelfde? Ja. Weet je wel, maar dat andere kan dan weer niet. Dat is heel raar hoe dat gaat en waar die scheidslijn dan zit. Want katten en honden zijn schattig en aaibaar en een soort van huisdieren. En als Chinese honden eten, zijn we van, uh, zijn, uh, weet je wel, Chinezen doen dat, wij niet. Zo van, wij staan boven hun, uh, want wij eten dat soort dingen niet. Want dat zijn bijvoorbeeld ook paarden, dat zijn nobele dieren, heet dat dan. Ja. Bijvoorbeeld, er was heel veel ophef over dat de ikea gehaktballetjes uh, van paardenvlees waren en zoiets. Joh. Ja. Maar dan denk ik, kijk, dat de moslims daar boos over zijn, snap ik. Want die mogen geen paardenvlees, van het geloof. Maar waarom Nederlanders daar boos over waren, ik zweer het je, het is voor mij nog steeds een raadsel. Maar dan zeggen ze: Ja, dat zijn nobele dieren. Ja, maar dat is ook een soort religie. Dan, ja, als is jij het ook. denkt. Als jij denkt, oh ja, ik, ik eet wel uh, heel graag varken en knakworst en gehakt. Oh ja, dat kan er allemaal in. Maar ja. honden, katten en paarden, daar kom ik niet aan. Dat is ook gewoon een religie. Want jij hebt gewoon zomaar voor jezelf bepaald. soort arbitraire uh, moraliteit van uh, dat mag niet, weet ja. je wel? Ja, ik heb, ik heb uh, wel eens, ik weet niet of ik het op de podcast heb verteld. Maar um, varkensvlees, jij kan dat ook niet eten, hè? Nee, Nee, ja, kijk, ik kan, ik kan varkensvlees niet eten, maar dat, dat, dat komt puur omdat het psychologisch is, weet je. Ik heb gewoon al die jaren heb ik het gewoon niet ja. gegeten, het is een vies dier, het stonk altijd voor me en dan dacht ik van oké, okay, dat is gewoon wat er bij mij is ingestopt. Ik kan het nog steeds niet eten, puur psycholo psychologisch. Uh, maar als ja, ik als niet ik niet. aan mijn vrienden zeg, uh, ik heb wel eens aan mijn vrienden gezegd van voer mij stiekem varken, vertel me niet dat het varken is, dan vind ik het gewoon lekker. Maar zodra ze me vertellen oh. dat het varken is, dan proef ik het. En dan vind ik het niet meer lekker. Ja. En wanneer ik dit ja. vertel aan mensen, vooral aan Nederlanders, kijken ze me raar aan van, ja, weet je, alsof er iets mis met je is, van, ja, het is puur psychologisch, het is gewoon in je hoofd, je bent gewoon een beetje gek, je bent gewoon gebrainwashed en weet ik veel wat. Maar dan denk je van, dat geldt voor jullie ook, <laughs> weet je. Voor dat dat, je eet ook gewoon frikandellen met paardenvlees, maar zodra ik zeg dat er een paard in zit, dan is het opeens van, oh, gatverdamme, weet je, een frikandel van hondenvlees je zou niet proeven dat het van hond is hoor. Ik zou het gewoon lekker vinden als ik zeg van, hé, hey, dit is... Uh, weet ik veel, uh, ossenhaas, of zo, osse <laughs> whatever. Ja. Weet je, dan, 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 proef je dan, dan zou je dat niet proeven. Maar zodra ik zeg dat er een hond in zit of whatever, dan, ja, dan, uh, dan spuug je het opeens uit. En dat is puur, puur uh, psychologisch. En uh, ja, dat, dat heb, je, heb je overal. En kijk, bijvoorbeeld als je het hebt over pest, zeg maar, zeg maar dieren die schade veroorzaken. Kijk, in Australië heb je zo'n... Australië heeft een wilde kattenprobleem. Dus katten die zijn weggelopen en dan wild zijn geworden. In Australië heb je 600 miljoen katten. En uh, die 600 miljoen katten doden per jaar uh, een paar miljard vogels, 1 miljard zoogdiersoorten en 800 miljoen reptielensoorten. Oké? Okay? Die katten, die hmm. wilde katten, hebben al voor het uitsterven van 200... Uh, diersoorten gezorgd in Australië. Dieren die alleen in Australië voorkomen. En dat komt voornamelijk omdat al die dieren hebben geen natuurlijke vijanden hebben. Die komen voornamelijk uit de lucht. Dus, uh, alle reptielen en zoogdieren die letten altijd op de lucht. En dan komt er opeens een kat waar al die dieren niet bekend mee zijn en die worden allemaal opgegeten. Dus wat doen mensen in Australië? Die vangen die katten en dan schieten ze ze dood. Oké, okay? dan schieten ze die katten dood. En hier kan niemand tegen. Deze mensen krijgen doodsbedreigingen of hoe durf je katten dood te schieten en weet wat. Andere mensen proberen toch te argumenteren van doe gewoon nu de random release. Dus gewoon vangen en dan steriliseren en dan loslaten. Maar het werkt gewoon niet. Weet je, het zijn er gewoon veel te veel. Dus ja, ze worden gewoon gevangen of vergiftigd en gewoon neergeschoten en dat soort dingen. Maar omdat het katten zijn. En omdat we katten zo lief vinden. En 30% van het internet bestaat uit kattenfilmpjes. En weet ik nee. wel wat allemaal. Ja, kan je, daar, kan je daar gewoon heel slecht tegen. Terwijl als het om muizen of ratten of weet ik veel wat gaan. Die veel minder schade doen in Australië dan katten. Dan is dat opeens een probleem. En daar, daar ligt weer dat emotionele, dat uh, psychologische. En ja, daar... daar uh, van dat soort dingen moeten we, we vanaf, weet je. En die herkennen we in andere mensen. Van, oh ja, die mensen zijn een beetje gek en kijk hoe raar ze doen. Maar ja, wij doen al die dingen ook en we hebben precies dezelfde uh, irrationele verbind verbindingen. Hebben we ook. Ja, ja. Ik uh, schrijf dus columns voor het Parool en je hebt daar een, uh, nog een columnist, C. Tinkerbell. Um, ze is ook kunstenares. Ik weet niet of je ooit van haar hebt gehoord, maar zij staat bekend omdat ze een tas heeft gemaakt van haar huisdier, van haar kat, mm. en dat ze ook meerdere dingen van van dieren heeft gemaakt, zoals uh... ja, ik weet even niet meer wat. Ik zou het echt vet. Ik het echt... Echt? Ja, ja, want ik heb. Hij echt... Ik heb een hagedis. Jarenlang doodsbedrijf. Ik heb een ja. hagedis, Moeshoe. en als hij doodgaat, maak ik een portemonnee van hem. Nee, maar die kat was nog niet dood. Oh. <laughs> Oh, 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 ik dacht al, ik schrok er. Oh ja, dat maakt het een beetje anders. Nee, ze heeft hem zelf gewurgd. Oh ja, um, um, volgens mij mag dat volgens de wet? Um, dat weet ik niet, maar ze heeft het wel gedaan. Hmm. En sindsdien krijgt ze eigenlijk doodsbedreigingen. Ja, dat is wel ze een tikkie, dat is wel een tikkie extreme. Ja, ik dacht als hij dood is, dan denk ik van ja, liever dat je hem gewoon bij je hebt dan dat hij wegrot, weet je. Ik vind het feit dat een dier dan dat je hem begraaft dat hij wegrot, is, vind ik gewoon jammer. Weet je. Ja. Maar uh, ja, dat je hem dan zelf hebt gewerkt, Dat is een beetje. Ja, kijk, op zich begrijp ik het. Op zich begrijp ik het, want ja, er is weinig verschil tussen die kat en uh, het knuppelen van een zeehondje voor je jas. Of het fokken van nertsen voor je jas. Dus uh, ja. Ik begrijp het, maar ja, ik begrijp ook wel waarom ze een krijgen. krijgt. Ja, zou het je moet doen. even googlen op Tinkerbell, dan zie je al haar kunst. Het is soms heel uh, confronterend. Ze heeft bijvoorbeeld knuffels gemaakt van haar honden. Uh, ja, gewoon levende honden en dat soort dingen. Oh, damn. Um, maar ze krijgt dus uh, ja, heel veel doodsbedreigingen. Ze heeft echt zo'n heel dik boek gemaakt van alle doodsbedreigingen bij elkaar. Ook uit het buitenland en zo. Uh, ze had het me laten zien. Het was heel heftig. Ja, ik heb... Want dierenrechtenactivisten zijn hele heftige mensen natuurlijk. Ja. Um, zoals ook Volk Volkert van der Graaf. Moordenaar van Pim Fortuyn was ook een dierenrechtenactivist. Ja, ja, ja. Ja. Die kunnen heel heftig zijn. Uh, dus zij heeft serieuze doodsbedreigingen gewoon. En, uh, ja. Maar wat ze, mijn punt was dus... Haar punt is dat... Kijk, zij zegt... de met mijn kunst probeer ik een boodschap te geven. Ja. En haar boodschap is: Oh, dit vinden jullie dus erg. Maar de bio-industrie laten jullie wel met rust. Ja. Dus dat is een beetje haar boodschap, maar die wordt niet begrepen. Ja, 100%. En toen ze dit zei, begreep ik haar heel goed. Mm -hmm. Want ik dacht, oh ja, het is natuurlijk gewoon waar. Want waarom gaan ze haar bedreigen, maar niet de bio-industrie ja. of zo? Ja, 100%. Ga lekker die bedreigen, weet je wel, ja. als je zo uh, van dieren houdt. Ja, ik had ooit het, een idee om een video te maken waarin ik dan mijn kat pak. Ik had toen een kat. Dat ik mijn kat pak en in een vuilniszak doe. En dan doe alsof ik hem wurg. Mm -hmm. En dan. Stop ik zeg maar, dat is van een YouTube-video en dan kan ik niet laten zien dat ik die kat dood maak en dan haal ik uh, en, dan, en dan ga ik hem vervolgens zogenaamd filmen, maar dan doe ik dat uh, off-screen, dus dat mensen het niet kunnen zien en vervolgens laat ik mm -hmm. het kadaver zien en dan dacht ik dat ik gewoon een konijn koop, want een konijn-kadaver zonder het hoofd ziet er hetzelfde uit als een kat, heeft ook zo'n lange staart. Uh, dus uh, ik dacht, ja, dan laat ik dat zien. En dan denken mensen van, oh, ik heb net mijn kat uh, gewurgd en die ga ik nu opeten. En dan, en dan rooster ik gewoon het konijn en dan ga ik het konijn eten, weet je. Om die message te brengen. Maar kijk, als ik het zou doen, zou ik het van nep doen, weet je. Dan zou ik niet echt mijn kat wurgen. Dus dat, uh, dat is wat, ja, ik weet niet of ik dat zou kunnen. Dat vind ik, wel. ik begrijp haar message en ik vind het heel vet uh, wat ze probeert over te brengen. Uh, maar ja, je eigen kat wurgen, dat gaat echt een beetje gaat een beetje ja. te ver. Maar iedereen focust dus heel erg op... ja, maar je hebt je eigen kat gebeurd. Ja, en dan 100%. Ze, dan irriteert zij zich eraan, ja. want zij denkt van... ja, maar dit is maar één kat. Ja. En jij eet elke dag vlees, ja. weet je wel? Dat is een beetje haar message. Ja, kijk, ik denk niet... Zij, ik, zij weet sowieso wel wat ze kon verwachten. Want je uh, doet het ook deels voor de shockfactor. Weet je, dat is wat het soort ja. van bekend maakt. En uh, ik begrijp haar ook, maar ik... Ja, kijk... Um, met dat soort chockerende content... is het heel belangrijk om te realiseren dat... ja, je gemiddelde mens is je gemiddelde mens. Weet je, en die gaat daar niet uh, op... Uh, die gaat daar niet heel chill op reageren. Ik, uh, absoluut, je moet haar geen uh, doodsbedreigingen sturen. Dat is absoluut niet wa waard. Uh, weet je, dat, dat verdient ze echt totaal niet om dat te sturen. Uh, maar ja. ja, ik vind het echt vet. Ik vind het echt een vette message. Alleen... Als ik dat had ja. gedaan, dan had ik gezegd dat ik mijn kat had gewurgd. Maar dan had ik gewoon een, een dood kat van een asiel gehaald of weet ik veel wat. Weet je? Want ik zou het niet over markt kunnen laten om een kat ja. te werken. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, je kunt googlen op Tinkerbell. T-I-N-K-E-B-E-L-L. -L. Ja. Um, trouwens, heb jij ooit de film Beasts of No Nation gezien op Netflix? Mm, ja, ja. Ik heb hem gisteren gezien. Het is echt een hele, hele, hele goede film. Ik raad hem iedereen aan. Het is wel een hele hartverscheurende film. Dus je moet er wel echt tegen kunnen. Uh, vond jij het ook een goede film? Ja, ik vind. Uh, um, ik heb me destijds een beetje verdiept in um, die, die jongere soldaten en zo. Die kindersoldaten in Afrika en al dat soort dingen. En het is echt ja. heftig, man. Het is zo heftig. Ja. Tweede Wereldoorlog en alle atrocities die wij in Europa hebben gedaan. Het is it's, er niks, niks, er bij, niks bij. Is er niks bij. Ja. Je had gewoon kannibalen. mensen die mens voerden aan kinderen. En die, dat die kinderen dan dachten als het hart van iemand opeten, dat ze kogelverend kogel, uh, zouden zijn en niet dood konden. En weet ik veel wat allemaal. Ja. Het is echt zo lijp. Het is echt zo lijp. Het slaat echt helemaal nergens op. Ja, die film is ook echt heel lijpje. Uh, ik keek het met een vriend en hij kon er niet tegen. Het is best wel confronterend. Ja. Uh, dus je moet er wel echt tegen kunnen. Bijvoorbeeld, een kind wordt door een commandant seksueel misbruikt en ja, dat soort dingen. Ja, dus, uh, ja het is wel belangrijk dat dat ja. soort films bestaan, zodat mensen realiseren dat, uh, ja. Ze, ze hun privileges realiseren, laat we het zo zeggen. Want uh, je ja, had het heel anders kunnen lopen als je op een andere geografische locatie ter wereld was gekomen. Ja, ik heb nog heel veel dingen hier staan, maar ik zie dat het nu twee uur is en dat, uh, dat we al een uur bezig zijn. Oh ja, oké, okay, ja, we zijn al een dat, het, bezig, ja. dat het al één uur en zes minuten gaande is. Ja. Ik denk dat ik het hierbij laat en okay. dat we de volgende aflevering weer uh, verder gaan. Oké, okay, top. Yes, bedankt voor het luisteren en voor de mensen die ons willen steunen oh ja. en willen doneren. Dat kan op ikgaleven.backme.org. Alles aan elkaar vast. je Dankjewel. En uh, ja, als je hebt gedoneerd, laat het ons vooral weten via Instagram of zo, of LinkedIn, dan, uh, of Twitter. Dan gaan we bijvoorbeeld je naam voorlezen als je dat leuk vindt, of iets anders. Ja. ja of gewoon niks. Maar in ieder geval heel erg bedankt. Yes.